een tijdje niet gezien, hè? Misschien weten jullie het wel, misschien weten jullie het niet. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Maar ik heb de laatste tijd even geen video's gemaakt en geen artikelen online gezet. En was ik niet zo actief op social media, omdat mijn vader 2 weken geleden een heel ernstig ongeluk heeft gehad. Een auto-ongeluk. Ik ben dus gewoon veel in het ziekenhuis de laatste tijd. Eigenlijk wel elke dag. Ja, elke dag. En meestal dan ook de hele middag of de hele avond. En dat is gewoon best wel vermoeiend. En ik had dus ook niet zoveel tijd, maar ook niet zoveel zin om daarnaast dan gewoon maar leuk, vrolijk filmpjes te maken en te bloggen over make-up en zo. Dus vandaar dat er even niks online is gekomen. Maar mocht je nog vragen hebben, dan moet je even de artikelen op mijn blog lezen. En waarschijnlijk worden je vragen dan wel beantwoord. Zo niet, dan kun je me altijd op Twitter of op mijn blog even een berichtje sturen. Maar liever niet hier onder deze video allemaal vragen over mijn vader, want daar is deze video niet voor bedoeld. Dus ik wil het bloggen wel weer langzaam gaan oppakken, omdat ik het toch wel mis aan de andere kant. Het kan dus zijn dat er niet elke week 2 video's online komen, maar bijvoorbeeld maar 1 en dan wel weer 2. Dus dat weet ik nog niet helemaal of ik dat ga redden. En ja, maar ik zal zoveel mogelijk proberen om weer wat consistenter te gaan uploaden, dus... Ik wilde ook wel weer even met wat luchtigs beginnen. Dus ik heb besloten om een favoriete video te maken over de maand april. En niet zozeer alleen beautyproducten, maar ook een beetje fashion. Als je het al fashion kan noemen. En muziek en tv-series en zo. Maar ik zal eerst de beautyproducten laten zien. Ik heb weinig make-up gedragen de laatste weken. Dit is eigenlijk de eerste dag sinds mijn vaders ongeluk dat ik weer echt make-up draag. Ik heb eigenlijk alleen maar mascara en wenkbrauwgel gedragen de afgelopen weken. Maar voor een video dacht ik, ja, wil ik toch wel even er wat beter uitzien of zo. Ik heb wel gewoon elke dag, bijna elke dag, een lekker luchtje gedragen. En dat was deze. Deze heb ik heel erg veel gedragen. Dit is van L'Occitane. Ik kan het nog steeds niet goed uitspreken. Arlésienne. En dit is niet echt een parfum, maar een parfumolie. Je spreekt het zo op je polsen bijvoorbeeld. En dan doe je zo. Want dat mag dus bij deze wel, omdat het een olie is. En ik doe dan altijd even zo achter mijn oren en in mijn hals, zodat het ook hier lekker ruikt. Hij is heel erg vrouwelijk. En ook wel bloemig. Maar niet zo bloemig als in oude oma. Ik vind het echt wel een jonge, zoete, bloemige geur. En begin deze maand kocht ik een lipstick van MAC. En dit is MAC Faux. Faux, dat kwam er gek uit. Het is de Kylie Jenner lipstick. Ik word echt een beetje moe van die hele Kylie Jenner hype. Hij is ietsje lichter dan ik had verwacht. Ik had hem echt wat meer 90s bruin verwacht. Maar ik vind het toch wel een hele mooie draagbare kleur voor elke dag. En zoals ik al zei, heb ik verder eigenlijk alleen maar mascara gedragen. En dit was mijn favoriet de laatste dagen van Miss Sporty. Het is de Studio Lash The Meow Look. En hiermee zou je dus van die cat eyes moeten creëren. Nou vind ik niet dat die echt geweldige big eyes met super zwart en lange en volle wimpers maakt. Maar dat wilde ik de afgelopen weken ook juist niet. Ik wilde gewoon een likje mascara. Het is juist eigenlijk een vrij subtiele dagelijkse mascara en juist niet heel erg over de top. Verder was dit product wel een beetje mijn redding de laatste tijd. Dit is de Garnier Micellaire Reinigingswater. En ik heb dan die voor de gevoelige huid gekocht. En deze heb ik eigenlijk gekocht omdat ik dus zoveel in het ziekenhuis ben. En ook het laat maakte elke keer. En dan wilde ik gewoon mijn gezicht even kunnen wassen. En omdat ik soms onverwachts bij Joey sliep. Dus deze had ik eigenlijk standaard in mijn tas met een aantal wattenschijfjes. Want wat hier heel erg makkelijk aan is, je hebt er geen water bij nodig. Dus je doet gewoon een beetje op een wattenschijfje. Dat haal je over je gezicht. Je kunt het ook voor je mascara gebruiken. En huppakee, je gezicht is schoon en make-uploos. Er zit geen parfum in, geen parabenen. Hij prikt niet in de ogen, wat ik ook heel erg prettig vind. Echt wel een aanrader deze. Dan gaan we door met de fashion favorites. En deze schoenen zijn een absolute fashion favorite. Ze zijn van Nike. Het zijn Rocheruns. Of Rocheruns, hoe je het ook moet zeggen. En ik vind dit echt zulke leuke sneakers voor in de zomer. En ze lopen goddelijk. En eerst moest ik echt niks van dit soort schoenen hebben. En vond ik het echt alleen maar hardloopschoenen. En nu ik ze heb, ja, wil ik eigenlijk niks anders meer dragen. Want ik vind ze gewoon zo comfortabel. En ze staan ook heel erg leuk zomers als je er bijvoorbeeld een wit topje bij draagt of zo. En een andere kledingfavoriet is deze broek die ik nu aan heb. Het is gewoon een joggingbroek
van, nou ja, een joggingbroek, een sweatpants, hoe je het ook wil noemen, van Forever 21. En deze zit echt super lekker. Ik leef hier een beetje in. Ja, hij is gewoon lekker luchtig en niet te zwaar en zo. Gewoon een heerlijke thuiszitbroek. Wat muziek betreft heb ik niet echt naar mijn eigen muziek geluisterd, want ja, ik merkte dat ik daar juist geen behoefte aan had, omdat alles had wel, aan elk liedje zit dan een herinnering of een gedachte. En ik wilde eigenlijk vrij neutrale muziek luisteren als ik al zin had in muziek. En ik ben echt op dit moment helemaal gek op de morning, hoe heet het? Ja, de morning tea afspeellijst van Spotify. Dat is gewoon een standaard afspeellijst met allerlei wat minder bekende liedjes, voor mij althans. Gewoon hele rustige, een beetje akoestische muziek, singer-songwriter. Gewoon lieflijke, ja, muziek waarbij je wil wakker worden eigenlijk. En ik merk dat ik dat wel heel fijn vind om aan te hebben op de achtergrond. En wat series betreft ben ik deze week begonnen aan een nieuwe serie. Tussen al het wachten door. En ja, ik had gewoon niks te doen en ik had geen zin om te bloggen. Dus ben ik maar begonnen aan een nieuwe serie. En ik kijk nu Switched at Birth. Het gaat dus eigenlijk over twee meisjes die als baby vlak na de geboorte met elkaar zijn gewisseld. Zonder dat iemand het wist. Dus het ziekenhuis heeft dus een fout gemaakt en heeft de ene baby meegegeven aan het andere gezin en andersom. En het ene meisje komt daar dus achter als ze 14 is of 15 of zo. En dan zoekt ze dat andere meisje en haar gezin op en dan komen ze zeg maar dichter, komen ze bij elkaar en uiteindelijk trekken ze zelfs bij elkaar in om elkaar beter te kunnen leren kennen. Het zorgt in ieder geval voor ongemakkelijke momenten tussen beide families. En ook wel een stukje drama en liefde komt er nu een beetje bij kijken. Ik ben pas bij aflevering 4. Tot nu toe bevalt het me heel erg goed. En ja, dat was eigenlijk al de video van vandaag. Ik heb verder niet echt favorieten van deze maand, omdat het dus een beetje een onrustige, gekke maand was. Maar ik had gewoon, voelde weer even een soort van de behoefte om even tegen jullie te praten. En sorry dat ik niet zo helemaal happy de peppy ben als normaal. Maar dat komt ook wel weer terug hoor. Het is gewoon even, ja, ik weet niet. Ik weet niet. Gewoon. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik zou het ook fijn vinden als jullie in de reacties even achterlaten wat jullie nog graag zouden willen zien. Want ik ben een beetje, ja, ik heb niet meer zoveel inspiratie op het moment. Dus let me know. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!